Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is het verhuisdag 2. En Mufke? Muffin zit hier en Milky zit op mij. Milky is mijn handen aan het wassen. Lekker. Of haar. Oh. Al de hairs. Oeh. Ai, ai, ai. Geniezen. Niezen. Die te cute zijn. Cuties. Ik ga vandaag weer verder met verhuizen. Woehoe. En Mufke. Voor degenen die het zich afvragen. Ja, de katjes komen ook naar mij. Die komen normaal gezien morgenavond naar mij. Baby's. Ja. Komen jullie naar mama, hè? Ja, schatjes. Oh. Milky moet altijd zo kunnen hun handen aflekken. Oké, de camionet is helemaal gevuld. Papa's een camionetje ook nog. En nog een deel in mijn auto, zoals de tv en zo. Papa en ik zijn net op Norwest gegaan met alle kleding. En nu gaan we dit allemaal brengen. Oh, thank God voor papa en Lucas. Amai, ik zweet me echt kapot. Oh, ik heb zo heet. Het is thans niet zo heet. Het is 21 graden. Maar het is echt. Ik heb, zoals ik denk ik in de vorige vlog heb gezegd, ik heb geen lift in mijn appartement. Dus het is de hele tijd trappen op, trappen af. En nu ook camionet vullen, het frigo, wasmachine, speel en zwaar. Dus als dat de trappen op moet, maar ja, girl power hè. I can do it hè, weet je. Ik ben echt dood. Oh god. Het is zo heet. We hebben dit nog allemaal naar boven gebracht. It's a lot. Het meeste zijn kleren. Oh. En ik heb al zoveel kleren weggegooid. Maar ik ga er echt nog moeten wegdoen. Ik heb all by myself de tv naar boven gebracht. Yes. Het zetelke hebben we naar boven gebracht. Nog hier een paar manden. De tafel. Al mijn stoelen. De frigo. De wasmachine. En al de keukenspullen. Maar ik ga nu denk ik beginnen met dressing. Nog voor 6 uur, dus ik denk nog voor 2 uurtjes of zo. Want ik wil mij ook nog douchen en al. En morgen ga ik met Celine op collectie. Dus dan wil ik toch een beetje fris zijn voor Totally Too. Dus ik ga hier wat beginnen. En dan ga ik zien hoe ver ik raak. En oh god, ik ben echt kapot. En dan denk ik dat ik naar huis ga, want douchen. Misschien ook nog film kijken met mama. Dus ja, we zullen zien. Ah ja, dit kastje heb ik ook nog naar boven gedaan. Ik denk dat ik dat hier ga laten staan. Voor mijn ondergoed en pyjama's en zo. Hij heeft wel echt zijn beste tijd gehad. Ik weet niet of jullie dat zien, maar hier is een hoek af. Hier zijn zo kleine dingetjes. Op die aan deze kant. Dat ziet je nu wel niet. Dus, maar ja, ik moet dat nog eens even afwassen. Oké, dag 2 zit erop. Ik ga door, het is 7:45 denk ik. Ik ga nog snel even naar Bompa, dan kan ik iets eten. En dan kan ik me douchen, maar ik ga jullie even een overview laten zien wat er nog gebeurd is. Oké, ik ga beginnen op de tweede slaapkamer. Weet ik nog allemaal niet. De 3 kastjes staan daar. Er zitten wat kleren in, make-up en zo van die dingen. De koffer moet ik nog uitpakken, die kleren moet ik nog uitpakken. En dat is het dan wel van kleren die... Ah nee, bij mijn ouders thuis zijn ook nog kleren. Maar ja, hier is al 1 rekje met kleedjes en een paar broeken. En hier komt nog een rekje, dat moet ik nog meenemen. Deze zijn allemaal leeg.
Dan in de kast heb ik hier echt winterjassen die ik nu momenteel nog niet ga gebruiken. Ik heb er nog, maar die zijn ook nog bij mijn ouders. Hier zijn badjassen en golfjes. Daar zijn sport-BH's, sporttopjes, leggings, joggingsbroeken, shortjes en joggingstruien. Dan hier, die zakken vallen hierboven, heb ik even truien gelegd. 3 truien die ik nog heb. Dat zijn posjes, notitieboekjes, elektro en zo. Ik denk trouwens ook dat ik nog zo'n blok met vakken ga meebrengen van de IKEA voor mijn topjes hier. Want anders weet ik niet waar ik mijn topjes en t-shirten en zo ga moeten doen. Want deze schapjes zijn allemaal veel te klein daarvoor. Daar heb ik een paar boeken. Dus als ik naar de LPG ga, een paar chacosje, een paar rugzakjes en een floaty. Heel random. En hier heb ik powerbanks met kabel in gedaan. Oortjes en koptelefoons. Doos van de koptelefoons, dat is voor te reizen. En dat zijn wieltjes. Dan, hier is nog altijd kattenspulletjes. En een roller. En poetsgrief. En hier heb ik het. Ik had eerst hier al mijn schoenen gezet. Ik was vergeten dat op de gang allemaal schoenbakken gaan komen. Maar hier heb ik dus nu het katteneten gezet. Mijn voorraad. Van onder weet ik nog niet wat ik ga zetten. Dan de hoofdslaapkamer, daar is Teddy. Mijn lakens en kussen. Hier heb ik mijn manden gezet waar ik wat dekentjes of zo ga indoen. Dan het kastje. Hier heb ik heel even BH's in, maar die zouden hierin moeten komen. Dit zijn mijn pyjama's, extra lakens en hier zit ondergoed in. Dat ondergoed moet ik nog meebrengen. Dan de badkamer. Hier is ook nog niet veel, dat is nog altijd hetzelfde. Hier heb ik 1 bakje staan met allemaal bruisballen van Lush en de Body Shop. En dan hierin heb ik een paar handdoeken en van onder sporthanddoeken. Hierin heb ik mijn Clarisonic bodyproducten, watjes en hier komen haarproducten en hier komen mijn gezichtsproducten. Maar die zijn ook nog bij mijn ouders. En aan het bad heb ik al shampoo en zo gezet. Dan is hier de living. Oh. Ja, dit moet ik nog allemaal ordenen. TV. Er moet nog een kast komen. Die ga ik woensdag pas halen. Hier komt ook nog een vakkenkast. Die ga ik ook woensdag pas halen bij IKEA. En dan ook 1 voor in de slaapkamer. Dit gaat naar de stock sale. Dat gaat terug naar Totally Too. Nog extra katten eten. Maar dat gaat naar mijn ouders. Dan heb ik hier een bak met schoenen die ik veel aandoe, maar dat gaat ook nog weg. Hier zitten sloffen in. En hier jassen die ik momenteel aandoe. Maar al mijn schoenen gaan hier komen. Er staan nu 4 bakken met schoenen in. Maar het is de bedoeling dat er hier nog komen en er nog opkomen. Dus ik zou er nog 1, 2, 3, 4 en 4 nog 8 moeten hebben eigenlijk. Dus, en ik kan ook nog wel in die hoek zetten ook. Want deze schoenen moeten er nog allemaal in. En dan die schoenen. Hier heb ik even een full mirror. Een full length spiegel. Amai, ik kom niet meer uit mijn woorden. Gezet. Daarboven staat een kader. Omdat hier is de elektriciteitskast. En dan kan ik dat zo wel verbergen. Ik wil die nog op dat stukje zetten. Maar ik heb schrik dat die dan gaat vallen. Dus dat ga ik nog zien. Dit is afval. Dit moet nog allemaal ook een plaats krijgen. Geen idee, nog niet. Tafel moet ik nog in elkaar zetten. En ik twijfel als ik mijn living wel aan die kant ga laten of toch hier. Alle aansluitingen zijn hier. Dus ik weet het nog niet. Maar er zijn zorgen voor morgen. En dan in de keuken is het wasmachine en de frigo er. Steken nog niet in, moet nog aangesloten worden. Gaat papa een week doen. En de frigo moet eerst zo 24 uur blijven staan. Dan heb ik hier een vuilbakje gezet. Dit is allemaal bestek wat hierin moet komen. Hierin heb ik al handdoeken gelegd, pannenlappen en mijn mixer. En hier heb ik mijn pannen al ingezet. Dan hier heb ik al mijn theemokken gezet. En dit is dit echter over? Of heeft iedereen zoveel mokken?
Ik hou echt heel veel van zo mokken, van die mooie. Maar dat is wel echt veel. Daar ga ik al mijn thee zetten. Hier zijn zo van die theedingetjes en een thermos. Daar zijn glazen. Hierin heb ik alleen pindakaas. Dit moet ook nog een plaats krijgen. Hier heb ik borden, kommetjes, kleine borden, kommen, grote kommen, borden, eierdopjes en kommen voor chips ofzo. En dan hierin heb ik alle tupperware, een vergiet, tupperware, drinkbussen, glazen, drinkbussen, al mijn voedingssupplementen om te gaan sporten, nog voedingssupplementen en een pillendoosje voor ja, de basisdingen, plakkers, tafelgaan, al die dingen. En dat is de update van wat ik vandaag heb gedaan. Ik wil nog meer doen, maar ik moet me echt nog douchen en anders ga ik morgen echt kapot zijn. En ik moet nog eten, dus dat ga ik nog doen. Maar het is veel werk zo verhuizen. Oh. Ik vind het altijd fijn om een nieuwe plaats in te richten. Maar met al die spullen sleuren en al dat gedoe. Maar het is wel fijn omdat je ze opnieuw kunt beginnen. En alles nieuw, plaatjes kunt geven, dingen kunt weggooien die je niet meer wilt en zo. Dus daarom vind ik het fijn. En voor dat gesleuren vind ik het echt niet fijn. Oh, ik haat dat echt zo hard. Ik ga de vlog ook hier afsluiten, want ik ga echt niks meer doen. Hopelijk vonden jullie het leuk om even een update te hebben van alles. Hoe alles staat, wat er nog allemaal moet gebeuren. Hoe ik alles inricht. Maar er is nog veel werk, zoals jullie kunnen zien. Dus ja. Maar morgen, na collectie denk ik, dat ik hopelijk nog even verder kan doen. Ik ben niet zeker, maar we zullen zien. Anders dinsdag. Maar het is ook de bedoeling dat ik hier morgen kom slapen. Allee, de bedoeling, dat wil ik. Want morgen komen ze mijn bed leveren. Dus ja. Ik kijk er echt naar uit. Mijn bed is trouwens van Meubis. En het is echt een heel mooi bed. Een bokspring. Dus ik ben kei blij. Ik heb nog nooit een bokspring gehad als bed. Dus ik kijk er echt naar uit om een nieuw bed te hebben. En dan woensdag nog de IKEA. Dus het is nog wel wat. Maar het komt wel goed. Ja, het komt helemaal goed. Ik zit helemaal zitten. Al ben ik nu echt stikkapot. Maar dus hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. Nu zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.